Zeeuw in meetrekkendienst. Thijs, we hebben je op kop zien sleuren. We hebben je op kop zien sleuren. Je hebt je werk goed gedaan vandaag. Ja, ik was eigenlijk een beetje voor Arvin aan het werk. En, Arvin de Klein? Ja, maar uiteindelijk als je hier op kop rijdt met zijwind, dan heb je jezelf, zit je ook goed uiteindelijk. Was het voor jou een zware dag? Ja, op zich wel, maar ik weet op welke punten je voorin moet zitten en dat scheelt enorm op zo'n dag. Net zoals hier de wind tegen op de kering, dan weet je, ja, je hoeft niet voorin te zitten, maar je weet dat je daar op Kampenland en Noord-Beveland er wel moet zijn. Ja, en je laat je goed zien in eigen regio. Hoe kijk jij terug op jouw seizoen? Want ik neem aan dat jouw seizoen nu ook klaar is. Nou, ik rijd nog Puttenkapelle dinsdag, maar een klein beetje tegenvallend seizoen eigenlijk. Fysiek heb ik het gevoel dat ik er wel stond, maar wel wat pech gehad en ook een beetje misschien net wat te veel gedaan. Maar vandaag is nog een mooie dag. Ja, want je wilde, ondanks dat het misschien voor jou een wat minder seizoen is geweest, toch jezelf nog laten zien vandaag in eigen regio. Ja, zeker. Het is altijd mooi om hier te rijden. Ik had de motivatie. Afgelopen weken loopt het allemaal weer net wat beter. En het is zo aan het eind van het seizoen. Als je dan nog motivatie hebt om je best te doen, dan kun je nog een eind komen. Dinsdag nog Puttenkapelle, daarna vakantie of doorstuderen? Ja, allebei een beetje. Ik hoop voor november klaargestudeerd te zijn. En dan nog een paar weken op vakantie. Ja. Dankjewel. En Peter Schulting won. Wat dacht jij toen? Ja, dat was te verwachten. Hij heeft de afgelopen week al zo hard gereden. Hij wint overal. Dus, jou geen verrassing dan? Nee, zeker niet, zeker niet. Want heel veel mensen denken, ja, Peter Schulting, wie is Peter Schulting? Ja, een paar weken teruggereden in Zwevenzelen. Mannen als Keijzer, de Klerk, allemaal grote mannen rijden daar. En hij rijdt weg uit de kopgroep van 9 maanden. Ze zeggen, laat hem maar rijden, we pakken hem toch terug. Maar die pak je niet meer terug op het moment.